Welkom bij Room for Discussion. Vandaag interviewen wij columnist, internist, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Marcel Levy. We gaan het met hem hebben over sociale vraagstukken in de zorg en natuurlijk zal ook het coronabeleid de revue passeren. Ja, en daarnaast gaan we het ook hebben over de houdbaarheid van de zorg, want de zorg wordt alleen maar duurder en duurder. Is daar een bepaalde oplossing voor? Wij gaan het die uitvinden. Ik ben Renze. En ik ben Maureen. Wij hebben er heel veel zin in. Hopelijk jullie ook. Mag ik alsjeblieft een warm applaus voor meneer Marcel Levy. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat u bij ons wil komen zitten. Ja. We willen allereerst wat meer over u te weten komen. Dus daarom dachten we beginnen met wat vragen over uw leven. Daarbij dus ook de vraag, wilde u altijd een arts worden? Altijd, nou wel zolang dat ik me kan herinneren, ja. Dus ik was een heel klein kleutertje en mijn vader was huisarts. En ik vond het allemaal geweldig. Dus ik denk, dat wil ik ook later. Ik wil geen huisarts worden, maar ik wilde wel dokter worden. Dus dat is dan ook gelukt? Ja, is gelukt. Ja. Daarnaast bent u ook columnist bij het Parool. Nou vroegen wij ons af, hoe bent u er eigenlijk terechtgekomen? Tja, nou ik vind schrijven leuk. Dus ik schrijf ook al heel veel jaren columns voor wat meer medische tijdschriften, Medisch Contact, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ook niet altijd over wetenschappelijke onderwerpen, maar juist meer over de dingen eromheen. En die werden best veel gelezen en geciteerd. En op een gegeven moment vroeg de hoofdredacteur van het Parool, dat was toen nog Ronald Okhuizen, die belde mij en die zei, wil je niet voor ons ook een column schrijven? En ik was er toevallig net over aan het nadenken, dat ik dat misschien wel leuk zou vinden. Dus ik zei gelijk, ja. Mm-hmm. Ja, en daarnaast bent u ook natuurlijk veel te zien in bepaalde talkshows. Jinek schrijft u regelmatig aan, op één. Vindt u dat belangrijk, dat echt vakmensen een plek krijgen aan tafel om mee te discussiëren bij die maatschappelijke thema's? Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat sowieso medici, maar ook wetenschappers, best wel heel erg onzichtbaar zijn in het debat. En dan wordt het debat gevoerd door mensen waarvan ik denk, nou, jullie snappen het gewoon niet. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is dat mensen die het wel snappen, daar ook een bepaalde rol in spelen. Ik zal niet ontkennen dat ik denk dat we nu een beetje doorgeschoten zijn. Ja, hè, met die dokters die voortdurend op tv alles komen vertellen. Bovendien, dat is een ander thema wat ik ook wel steeds interessanter vind. Was natuurlijk in het voorjaar van 2020, toen het allemaal begon met die corona, kan ik me nog voorstellen dat plotseling al die dokters en intensive care artsen en virologen in de belangstelling stonden. Maar dat is de hele tijd zo gebleven. En toen denk ik, ja, we vergeten eigenlijk dat een heleboel andere dingen ook heel belangrijk zijn. En het debat is nog steeds heel erg medisch. Ja. En dat vind ik wel een beetje gek af en toe. Ja, want toen wij ter voorbereiding van het interview allerlei podcasts konden wij luisteren van u en allerlei... Ik was altijd in de media, dus we vroegen ons af, heeft u wel eigenlijk wel tijd om nog uw zaak te verrichten in het ziekenhuis? Jawel hoor. Ja, ja. Dat lukt nog? Ja, ik werk 1,5 dag per week in de patiëntenzorg en dat gaat eigenlijk heel goed. En 3,5 dag bij, of eigenlijk officieel 5 dagen, maar prop ik dan in 3,5 dag bij NWO. Mm-hmm. En al die andere dingen, dat komt wel tussendoor, dus het lukt wel. Daarnaast bent u natuurlijk ook nog voorzitter van het NWO. Ja. De instantie die zich in principe richt op het onderzoek doen naar de wetenschap en de wetenschappelijke impact en de maatschappelijke impact over het algemeen. Waarom vindt u het zo belangrijk om de wetenschap aan de maatschappij te koppelen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat vrijwel voor alle grote maatschappelijke vragen de wetenschap uiteindelijk een antwoord gaat vinden. En dat kan, soms gaat het snel, soms gaat het langzaam. Maar waar je ook kijkt, kijk gewoon naar de United Nations, doelen die gesteld zijn. Of het dan gaat om energietransitie, klimaat, ongelijkheid, migratie op de wereld, een heleboel gezondheidsproblemen. Eigenlijk kan je voor dat alles uiteindelijk wel oplossingen vinden door goed wetenschappelijk onderzoek. En dat is ook meer keer op keer bewezen dat dat zo is. Dus dat is voor mij wel een motivatie. En natuurlijk zeggen heel veel mensen, ja, maar er is ook onderzoek wat we gewoon doen omdat we steeds meer willen snappen. Omdat we gewoon de grens tussen het onbekende en het bekende wat willen opschuiven. En dat is ook goed en dat is ook leuk en dat is ook belangrijk. Maar ook dat onderzoek heeft soms op de lange termijn hele onverwachte, indrukwekkende effecten bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Een van onze onderzoeksinstituten doet onderzoek op het gebied van radioastronomie. Dus die speuren het heelal af met radiogolven. Dat is in Oost-Nederland gelokaliseerd. Het is echt
topinstituut in de wereld. Die kunnen, doordat radiogolven zo'n bepaalde golflengte hebben, kunnen ze heel ver in het heelal kijken. En ze leren heel veel over de ontstaanswijze van het heelal. En zeggen, nou ja, wat schiet de maatschappij daar nou mee op? Maar ondertussen, omdat ze zo'n expert zijn op het gebied van radiogolven en hoe je dan kan moduleren en hoe je die data moet bewerken, is het ook plotseling het topinstituut in de wereld geworden op het gebied van 5G-telefonie. Dus er is altijd een onverwachte spin-off die je van tevoren soms niet eens verzint. Ja, ja, nee, interessant. En daarnaast, natuurlijk waar we hiervoor zijn vandaag, is ook een groot maatschappelijk vraagstuk. En die onze samenleving nog steeds in de greep houdt. En dat is natuurlijk COVID. En toen wij hier ook onderzoek naar deden, na het interview, kwamen we steeds meer achter dat COVID een endemische ziekte gaat worden. Kunt u dat kort uitleggen wat een endemische ziekte is voor ons en ook voor het publiek? Nou, een endemische ziekte is een ziekte die altijd in zekere mate circuleert in de populatie. Mm-hmm. Alleen soms zijn er heel veel mensen ziek en soms maar een paar. Dus een heel goed voorbeeld wat iedereen kent is influenza. Dat is typisch een endemische ziekte. Dat is ook gebonden aan seizoenen. Dus het is in de herfst en in de winter erger. Dus ook als het in Australië herfst en winter is, dan is het daar erger. Dan is het hier zomer, dan is het hier wat minder. En dat golft zo'n beetje heen en weer. En we dachten in het begin, toen COVID kwam, COVID is natuurlijk een ziekte door een nieuwe verwekker, door een nieuw coronavirus, dat we dat konden eradiceren. Wat is dat? Dat je dat helemaal uit de wereld kan helpen. Ja. Zoals we bijvoorbeeld met pokken hebben gedaan en bijna met polio. Dus dat dachten we, maar dat optimisme is onterecht gebleken, want nu denken steeds meer mensen, dat gaat ons niet lukken. Maar betekent dat ook dat we ook ieder jaar weer van lockdown naar lockdown gaan? Dus dat het weer... Nee, dat denk ik helemaal niet. Kijk, verlosser en strakker maatregelen? Wat mensen vergeten is, waarom doen we die lockdowns? Niet omdat gewoon al die klassen met die schattige lagere schoolkinderen ziek zijn. En ook niet omdat jongvolwassenen een vervelende verkoudheid hebben. En eigenlijk ook niet omdat mensen aan bed gebonden kunnen zijn voor een paar dagen als ze COVID krijgen. We doen lockdowns omdat de intensive cares en de ziekenhuizen dreigen overstroomd te raken. Dus dan denk ik wel eens, waarom gaan we dat probleem dan niet oplossen? Dat we gewoon voldoende capaciteit hebben in ziekenhuizen, zodat we de zieke mensen kunnen opvangen in voldoende mate. Want dan hoeven we helemaal geen lockdown te doen. Dan is het nog heel sneu hoor, dat mensen heel ziek worden en dat sommige mensen in het ziekenhuis belanden en sommige mensen zelfs op de intensive care. Maar dat gebeurt elk jaar met influenza ook. En dat lees ik nooit iets over in de krant. En er worden er ook heel veel operaties afgezegd, omdat de IC te vol ligt met influenza-patiënten. Dus als we langzaam maar zeker in die situatie belanden, en daar heeft het alle schijn van, dan denk ik niet dat we nou een toekomst met continue lockdowns te wachten staan. Nee, daar laten we niet hopen in ieder geval. Maar nee. Als u heel eerlijk bent, wat vindt u op dit moment van het beleid van de regering? Ja, nou, ik vind altijd heel erg, ben altijd een beetje voorzichtig om daar te veel een recensie over te geven. Want je zou het maar moeten doen en alles, hè, en heel veel kennis komt ook achteraf. Maar wat ik echt spijtig vind, is nu toch echt blijkt dat zeker in deze golf de ziekenhuiscapaciteit en de intensive care capaciteit de bottleneck is, dat we daar gewoon de afgelopen anderhalf jaar niks aan hebben gedaan. En dat hebben andere landen wel. Dus ik heb hiervoor in Engeland gewerkt 5 jaar lang en daar was ook in het begin van COVID de conclusie, we hebben veel te weinig intensive care bedden om zo'n piek op te kunnen vangen. En daar is het nu gewoon anderhalf keer zoveel. Ja. Dus er is in de tussentijd heel hard gewerkt, geïnvesteerd, opgeleid om meer intensive care capaciteit te hebben. In Nederland hebben wij nu honderden bedden minder dan in het begin van COVID. Dat kan je toch echt met je verstand niet bij. En waar zou dat door komen? Dat we... Omdat de regering gewoon niks heeft gedaan. En het personeel moe en gedesillusioneerd is vertrokken. En degenen die overbleven moesten dus veel meer werk doen met minder mensen. Dus die zijn zo langzamerhand ook in toenemende mate ziek, overspannen of hoe je het ook wilt noemen. Dus we hebben een hele krappe capaciteit nu. Want het is toch ook een beetje gek dat in zo'n welvarend en goed opgeleid en goed georganiseerd land als Nederland, dat op dit moment zijn het er 470 patiënten het hele land lam leggen. Dat is echt wel een beetje bijzonder. Zeker. Maar goed, naast de andere oplossing tegen het corona, of voor het bestrijden van corona, is natuurlijk vaccinaties. Ja. Want op het moment is 84,7% van alle 18-plussers in Nederland gevaccineerd. Ja. Maar toch zitten we in een milde lockdown en kijken we, als we een beetje vooruit kijken, zitten we wel te wachten op een zwaardere lockdown. Kunt u zich dan voorstellen dat mensen een beetje klaar zijn met het beleid? Absoluut. Ik ben er ook niet blij mee.
En ook een beetje, ik denk dat vooral waar mensen geïrriteerd over zijn, want mensen zijn best wel veerkrachtig en snappen ook best wel dat het soms anders loopt dan wat iedereen had gezien. Maar de communicatie is natuurlijk niet briljant. En die gaat de hele tijd weer een andere kant op. En dat is in Nederland ook wat minder slim, denk ik, dan wat ik constateer in het buitenland. En daardoor zijn mensen extra kribbig. Dat is denk ik niet goed. Want het is gewoon een lastige tijd, daar moet je met z'n allen doorheen. En als iedereen dan ook nog chagrijnig is, dan schiet het natuurlijk niet heel erg op. Wat bedoel ik nou met niet zulke goede communicatie? Ik weet niet of jullie de laatste persconferentie hebben gezien. Dat vond ik wel weer interessant. Ik kijk bijna niet meer naar die dingen. Maar ik moest s'avonds toevallig op televisie, dus ik ga even goed opletten. Dat als ze dan een vraag stellen, dan weet ik wat ze gezegd hebben. En toen ging de minister van Volksgezondheid, die ging eerst iedereen een beetje persoonlijk toespreken. Hij ging ook je zeggen plotseling tegen iedereen. Vond ik ook heel bijzonder. Van, denk je er nog eens over na? En waarom neem je toen toch in dat de camera keek. Toen in de camera keek. En waarom doe je dat vaccin niet? En denk, dat is een andere toon. Dus misschien is dat helpt het wel. En binnen een minuut was het weer drang en dwang. En als je niet laat vaccineren, dan kom je er niet meer in. En dan doen we 2G. En denk, wat is dit voor communicatiestrategie? Hoeveel communicatieadviseurs heb je eigenlijk? Hij heeft er 80, hè? Dus het is ook echt wel... Misschien te veel. Zou goed kunnen, ja. Ja. U noemde het al, we hebben best wel veel gehoord over 1G, 2G, 3G. Het klinkt een beetje alsof we het over het internet hebben op dit moment. Ja. Maar het gaat dus over verschillende beleidsplannen. Zou u deze kunnen toelichten? Wat 1G, 2G, 3G is? Ja. Grappig dat je van mijn moeder vroeg me dat gisteren ook. Die zei, wat is dat eigenlijk 2G? Vond ik wel een goede. Dus ik denk, dat is kennelijk helemaal niet zo duidelijk voor heel veel mensen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Die G's die staan voor genezen, getest of gevaccineerd. Nu hebben wij een 3G-beleid. Dus je krijgt een vinkje op je QR-code. Of je krijgt een vinkje van je QR-code. Als je of genezen bent, kort geleden, van COVID. Moet je dus gedocumenteerd COVID hebben. Dat kan met een positieve test. En niet al te lang geleden. Dat is 1G. Of gevaccineerd. Volledige vaccinatie. Of getest. En alle drie is even goed. En de regering overweegt nu om het beleid op te schuiven naar 2G, waarbij alleen nog maar waarbij getest niet meer goed genoeg is. Dus je moet of genezen zijn of gevaccineerd. En dat is een beetje oneerlijk, als ik heel eerlijk ben, want niet al te lang geleden heeft dezelfde regering, dezelfde mensen hebben gezegd, je hoeft je niet te laten vaccineren, dat is een kwestie van vrijheid, want je kan er ook voor kiezen om je te testen. Moet je je wel de hele tijd laten testen, maar is ook goed. En heel veel mensen hebben gezegd, ik wil die vaccinatie niet. Ik ga me gewoon heel vaak laten testen, dan kan ik toch overal naar binnen. Maar binnen een paar weken zeggen ze nu, dat mag niet meer. Dus daarom zijn mensen boos. Dat snap ik ook best wel een beetje. Die voelen zich een tikje misleid. Wat is dan 1G? Dat is een beetje de ChristenUnie variant. Dat is juist helemaal de andere kant op. En zeggen, we trekken ons niks meer aan of je gevaccineerd bent. We trekken ons er niks meer van aan of je genezen bent. Iedereen moet altijd overal voor getest worden. Dus bij elk café wat je binnengaat of elk restaurant wat je binnengaat, moet je echt de afgelopen 24 uur of zo getest zijn. Een soort testen voor toegang idee. Ja, het is aan de ene kant eerlijker, want dan doe je hetzelfde voor iedereen. Maar aan de andere kant hebben we gewoon niet genoeg capaciteit om dat te doen. Dus het is eigenlijk iets wat praktisch waarschijnlijk heel lastig uitvoerbaar zal zijn. Nu heeft u al een beetje antwoord gegeven op of uw mening gegeven, maar wat denkt u dat de beste oplossing zou zijn? In de eerste plaats denk ik dat we onze IC-capaciteit moeten opschalen. Dat is een lastige discussie, want als je daarmee aankomt zetten nu op de IC, zeggen ze, dat hebben we al 14 keer gedaan en we zijn er nu helemaal klaar mee. En bovendien gaat het ten koste van de kwaliteit van de zorg. En het is allemaal waar. Het is allemaal waar wat ze zeggen. Dus ik denk dat je met die mensen een ander gesprek moet voeren en dat je met hen moet zeggen, toch wil ik heel graag dat je het doet, want er is nu een medical need om het te doen. Natuurlijk gaat het ten koste van de kwaliteit, dat ontken ik ook helemaal niet. Maar de kwaliteit van gaan loten en dan iemand niet op de IC leggen, dat vind ik eigenlijk nog veel slechtere kwaliteit dan iedereen dan maar een heel klein beetje minder kwaliteit van zorg te geven. Waar overigens de grens nog best wel heel acceptabel is. En ik vraag dat aan jou, maar dan beloof ik je ook dat het binnen 1,5-2 jaar geregeld is. Dat we dan wel hebben geïnvesteerd in de IC's, dat we meer bedden, meer personeel, meer opleiding hebben en dat wij dat allemaal gaan betalen. Ik denk dat je die mensen van de intensive care die een hele sterke intrinsieke motivatie hebben, dat je die op die manier wel kunt overtuigen van het feit. Dan hebben we dus even genoeg capaciteit om dit piekje ook weer te overwinnen en ondertussen
gaan we gewoon stug door om die grote groep mensen die nog niet gevaccineerd is, procentje per procentje toch te overtuigen van het feit dat dat goed is. Want die groep is divers. Er is een heel klein groepje die het echt niet wil om religieuze redenen. Het is echt een heel klein groepje. Bovendien halen die het stiekem bij de achterdeur van de huisarts. Dus dat is ook prima wat mij betreft. Maar een paar van hen niet. Oké, vrijheid. Er is een heel klein groepje die gewoon pertinent tegen vaccinatie is. Die gaan we ook niet overtuigen, want het is ook bijna religieus. En maar dan is er een veel grotere groep. En ik kom tot mijn verbazing die mensen nog overal tegen, die gewoon slecht geïnformeerd zijn, verkeerde Facebook-informatie krijgen, bang zijn, geïntimideerd worden door vrienden die zeggen, nou, dat ga je toch niet doen. En die mensen zul je één voor één, stuk voor stuk, uit moeten leggen waarom het belangrijk is, dat ze toch maar weten wel kunnen doen, dat het niet gevaarlijk is, et cetera. En als je dat doet, het is een verschrikkelijk saai proces, maar dan krijg je langzaam, die vaccinatiegraad omhoog. En we weten inmiddels, kijk bijvoorbeeld naar een land als Portugal, waar het nu meer dan 97% is, dat dat enorm helpt. Dus dat is toch wel iets om naar te streven. Ja, nou, dat klinkt duidelijk. Maar we gaan er dan toch even vanuit dat het kabinet een 1, 2 of 3G beleid gaat uitvoeren van de winter. Welke van de drie denkt u dat het meest maatschappelijke draagvlak zou hebben? Oh, ik denk het huidige, 3G. Oké, maar we hebben nu 3G en toch zitten we in een milde lockdown en kijken we naar meer lockdowns aan. Nou, dat kent eigenlijk twee oorzaken. Eén is, er zijn nog altijd niet genoeg mensen gevaccineerd, dus we moeten blijven investeren om dat beter te krijgen. We zijn waanzinnig traag met het uitrollen van die derde prik, want dat blijkt toch ook wel. Hè, dus als je nu kijkt naar het ziekenhuis, ik had afgelopen week dienst en later deze week weer, en vanochtend was ik op de overdracht. Als je kijkt naar de opnames, dan zijn het voor het overgrote deel ongevaccineerden, ook best jonge mensen, 30, 40 jaar, ik was er wel weer kapot van. Maar de mensen zijn ook gevaccineerden die we opnemen, maar die hebben allemaal, zijn ze heel oud, of hebben ze bijkomende ziektes, of een slecht afweersysteem. En die mensen moeten als de wiede weer gaat de derde prik krijgen, want dat zien we ook in het buitenland, dat helpt onwijs. Dus dan heb je die groep ook al niet meer. Dus ja, dat is een ander element waardoor we hier toch weer eruit kunnen komen. Waar ik bang voor ben is als je... En het laatste, sorry. Wat je ook moet doen, want je zegt terecht, met 3G ging het zo goed toch ook niet. Gedrag. Ja. En dat heeft ook weer met communicatie te maken. Ik herinner me in de zomer, en het was ook al eerder het geval, dat we plotseling van de een op de andere dag niks meer hoefden te doen. Alles was toegestaan. Mm-hmm. Best echt het enige land ter wereld waar dat zo is. Want als je in Italië op vakantie bent geweest, dan zag je dat iedereen nog keurig mondkapjes droeg, wat je er ook van vindt. Maar dat helpt je in ieder geval herinneren aan het feit, oké, we zijn nog niet helemaal door deze fase heen. En iedereen die waste netjes zijn handen als hij ergens naar binnen ging. En dat zijn we helemaal kwijtgeraakt, omdat de communicatie van de overheid was van, nou, het hoeft allemaal niet meer, het is gewoon over. Dus gedrag is ook heel erg belangrijk en daar weer heel erg de nadruk op. Dat doet de minister-president nu natuurlijk weer wel, maar dan denk ik, ja, tikkie laat. Mm-hmm. Mensen zijn natuurlijk nu al wel weer heel erg met hun neus op de feiten gedrukt. En we moeten ons realiseren dat het waarschijnlijk weer niet het laatste piekje is. Maar zolang we in staat zijn om die piekjes op te vangen, te managen, daar rustig met een koel hoofd mee om te gaan, dan denk ik dat het allemaal niet zo rampzalig hoeft uit te pakken. Dus het wordt een soort van 4G, genezen, getest, gevaccineerd en gedrag? 5G en gezond verstand. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar dan toch met name dat gedrag. Je ziet nu echt je zag het in Roosendaal, waar ik zelf vandaan kom, en in Rotterdam rellen zijn er nu. En met name door de coronamaatregelen die zich nu weer, dat mensen zich daaraan storen. Geeft toch wel aandacht dat er duidelijke kampen zijn in de samenleving. Ja. Dat je wel ziet. Ja. Nou, er is echt die splijting waar iedereen het over heeft, die zie ik ook wel. Die hoor ik ook van heel veel mensen. Maar het gaat soms dwars door vriendengroepen of hele gezinnen heen. Mm-hmm. Wat echt heftig is, weet je, dat mensen echt generaties niet met elkaar praten, omdat de ene dit vindt, de ander dat vindt. Ja, ik ben een beetje een idealist. Ik denk dat wel eens, zou het niet een taak van de overheid zijn om ook gewoon te zorgen dat je een beetje eenheid in de samenleving hebt en niet juist die tweedeling enorm verscherpt. Mm-hmm. En ik denk dat nu met die 2G-discussie, waar de gevaccineerden aan de ene kant staan en de ongevaccineerden aan de andere kant, dat juist de confrontatie nu centraal staat. En dat maakt mensen die toch al aan het twijfelen zijn, of die niet zeker weten of ze zich nou wel of niet gaan laten vaccineren, die maak je alleen maar nog meer kopschuw. Mm-hmm. Of die dring je in een bepaald kamp, waar ze misschien eigenlijk helemaal niet zo heel graag bij willen. Wat je ziet in zo meteen in Oostenrijk en in België, vaccinatieplicht, totale lockdown. En dan als je zorgpersoneel bent, februari of april 2022, dan word je ontslagen. Het staat mij tegen de borst. Is dat dan het andere uiterste, toch? Ik denk dat dat ook heel slecht bij een land als Nederland past, heel eerlijk gezegd.
En ik denk als ze dat gaan doen, dat de gevolgen, nou, ik kan niet helemaal voorspellen, maar dat hele kwalijke gevolgen zou kunnen hebben. Nog meer rellen, bedoel je? Ja, maar ook dat je draagvlak verliest onder mensen die tot nu toe heel braaf zich wel overal aangehouden hebben. En die denken, ja, maar dit gaat mij ook te ver. Ja. En ik ben echt super voor vaccinatie. Echt, ik denk echt dat het heel erg belangrijk is, dat het heel erg goed is, dat het echt wel veilig is. Maar mensen dwingen, het is uiteindelijk een medische behandeling, mensen dwingen tot een medische behandeling. Nou, dat is echt, dat moet je alleen doen onder ultra-uitzonderlijke. Dat doen we eigenlijk alleen maar als iemand knettergek is en echt een gevaar voor zichzelf en voor andere mensen is. Dan moet de burgemeester voor tekenen, al is het midden in de nacht. Dat doen we, maar mensen gedwongen behandelen, dat doen we anders nooit. Nee, nee. Ja, we zaten ook, terugkomend op de boosterprikken. We zaten ook te denken, ter voorbereiding van dit interview, het is wel ook wel misschien ook wel een idee om al die boosterprikken naar bijvoorbeeld ontwikkelingslanden te sturen. Omdat daar dan om bepaalde mutaties tegen te gaan. In plaats van dat we hier dan kunnen zeggen, nou, wij hebben hier nu minder. Ik denk en-en. Er is geen tekort aan vaccins meer. Er is genoeg voor de hele wereld. Er is wel een logistiek probleem in een heleboel landen. Hoe krijg je het ter plekke? Hoe krijg je het toegediend? Hoe krijg je het zelfs in de verre uithoeken? Dus maar dat heeft niks meer te maken met of wij wel of geen 3G-prik gaan doen. Er was wel een tekort, maar er is geen tekort meer. Er is genoeg vaccin. Dus dat is niet zo'n argument meer. Dat neemt niet weg dat het wel superbelangrijk is om ook in landen die nu nog een hele lage vaccinatiegraad te hebben, met heel veel effort en misschien hulp van ons ervoor te zorgen dat ze sneller gaan vaccineren. Want je kan wachten op inderdaad weer een nieuwe mutatie. Ja. Waar dan de mensen in het Westen ook weer last van krijgen. Dus is het niet dat als iets egoïstisch dat wij als Nederland aan de boosterprik beginnen en in delen van Afrika daar dan nog 1%... Dat zou het kunnen zijn, maar dat was vooral als toen er nog tekort aan vaccin was. Maar inmiddels is die productiecapaciteit zo enorm opgeschroefd en er komen zoveel nieuwe extra vaccins aan. En bijvoorbeeld, er is een enorme hoeveelheid AstraZeneca-vaccins waar wij onze neus voor ophalen. Ja. Maar waar voor ontwikkelingslanden is dat een geweldig goed vaccin, omdat je bijvoorbeeld geen koeling nodig hebt, omdat je het heel makkelijk kunt hanteren. Dus er is niet echt een gebrek op dit moment. Dus dan denk ik dat je het alle twee kunt doen. En als u vanaf nu dan, want we zijn nog niet helemaal de pandemie uit, maar als u nu terugkijkt op alles wat we hebben meegemaakt, wat denkt u dat we als bevolking ervan hebben geleerd? Oh, best heel veel. Ik denk dat COVID, dat is een soort vergrootglas waarbij gewoon een aantal dingen die we al lang wisten plotseling heel duidelijk werden. En dan wil ik het niet alleen over medische zaken hebben en capaciteitstekorten in de gezondheidszorg, dat ziet iedereen nu ook wel, maar ook wel sociale verschillen. Waarom liggen er bij ons op de IC alleen maar mensen met een donkere huidskleur die heel slecht Nederlands spreken? Huh? En dat is natuurlijk een gezondheidsverschil waar mensen al jaren over praten, maar waar we in Nederland nog heel weinig aan doen. Ik weet niet of je het je realiseert. Als je in Nederland met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, met de Noord-Zuidlijn van station Zuid naar station Noord rijdt, dat duurt 8 minuten, dan daal je in levensverwachting 8 jaar. Dus mensen in Amsterdam-Noord leven 8 jaar korter dan mensen in Amsterdam-Zuid. Alleen maar omdat ze toevallig armer zijn of omdat ze uit een ander land komen. Dat is toch weird. Ja. En dat soort dingen is door COVID echt wel heel erg duidelijk geworden. Mm-hmm. Hoe kijkt u dan nu naar toekomstige pandemieën? Heeft u wel moed? Oh, ik heb zeker moed. Als we maar leren van wat we gedaan hebben. En leren, daar bedoel ik niet mee dat we moeten zeggen van, oh, we hadden te weinig mondkapjes, dus we moeten zorgen dat we er nu genoeg hebben. Dat vind ik nu, want er liggen nu, geloof ik, 2,5 miljard mondkapjes in een magazijn ergens in Flevoland. Ja. En die gaan nog over de datum ook. Ja, die gaan over de datum. En misschien is de volgende pandemie wel diarree. Daar zit je met al je mondkapjes. Dus weet je, ik vind het ook een beetje. Maar wat hebben we nou wel geleerd? Dat we denk ik in Nederland niet heel goed zijn in het managen van een crisis. Want ons poldermodel, waarbij we allemaal heel graag iedereen aan het woord laten, daar is niks verkeerd mee, maar ook pas een beslissing nemen als iedereen het ermee eens is, dat werkt best wel vaak heel goed, maar niet in een crisis. En ik denk dat we dat zouden moeten leren van deze crisis. En dat we toch ook een model moeten hebben dat we zeggen, als het even heel spannend wordt, dan zetten we de knop om en dan hebben we een wat meer directieve benadering. Maar een dictatuur. Nou, dat is niet gelijk een dictatuur, maar gewoon wel een situatie waarin iemand een beslissing kan nemen. Mm-hmm. En dat hebben we hier en daar wel een beetje gemist de afgelopen periode, denk ik. Ja, helder. Ik denk dat het tijd is voor wat vragen uit de zaal, toch? Ja. Heeft iemand een vraag? Daar achteraan, Leonie. Je krijgt nog een microfoon, hoor.
Hij staat niet aan? Nee. Nee. Ja, dat mag ook. Nou. Lekker is dat, hè? Ja. Klinkt goed. Ja. Hi, ja, meteen over dan eigenlijk de laatste opmerking. Wie moet dan die keuze maken? Wie moet dan die knoop doorhakken? Is dat de wetenschap? Is dat de politiek? Nee, ik denk in tijden van crisis, als je dus echt iemand wil hebben met doorzettingsmacht en beslissingsbevoegdheid, dan kan het in een democratie niet anders dan dat de minister is. Die vervolgens verantwoord aflegt aan het parlement, die door ons gekozen zijn. Ik denk niet dat er een andere oplossing is. Want dan, anders werd het wel een dictatuur namelijk. De dictatuur van de wetenschap of de dictatuur van de dokters. Ik denk dat dat gewoon alleen maar de minister kan zijn. Die ook gewoon weggestuurd dan kan worden als het parlement vindt dat hij niet goed doet. Daar recht vooraan. Ja, hartelijk dank voor deze interessante discussie. Als we accepteren dat COVID-19 een endemische ziekte wordt en ook dat er heel veel jonge mensen daar nou eenmaal ziek van worden een week of langer, en we tegelijkertijd erkennen dat het ware probleem een zorgcapaciteit is, met name dat de IC niet overbelast moet worden door risicogroepen, dan rijst bij mij de vraag, waarom niet alleen de risicogroepen vaccineren? Nou, omdat dat is een goede vraag. En die wordt best wel vaak gesteld ook. Omdat het niet alleen een kwestie is als je de populatie wilt beschermen tegen iets om de zwakkeren te beschermen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid virus die circuleert, dat die heel laag is. En als dat virus enorm kan huishouden, nou, eigenlijk is wat er nu gebeurt best een goed voorbeeld. Want heel veel mensen, ik zelf ook een beetje, geloven dat deze huidige piek enorm gedreven wordt door de lagere scholen. Waar enorm veel COVID is onder kinderen, die ook heel moeilijk uit te leggen is dat ze afstand moeten houden van elkaar, want dat doen ze per definitie niet. En die dicht op elkaar zijn en die het ook heel makkelijk kunnen krijgen zonder dat ze er heel veel, of misschien zelfs zonder helemaal klachten te hebben. Dus een enorm reservoir aan COVID hebben we daar met z'n allen gemaakt in die schattige lagere scholen. Maar die kinderen nemen dat natuurlijk toch allemaal mee naar huis. En die infecteren hun ouders en die gaan natuurlijk ook even boodschappen doen met hun ouders. En dan heb je toch weer die oudere groep. Dus ik zeg niet dat het zo blijft. Wat als je bijvoorbeeld kijkt wat er nu in Engeland gebeurt. Daar zijn ze vrij fanatiek met die derde prik. Dus de zwakkeren zijn daar nu toch weer beter beschermd. Bovendien zijn er zo ontstellend veel mensen daar inmiddels ziek geweest. Dat er heel veel immuniteit in de bevolking is opgebouwd. En plotseling is COVID weg in Engeland. En dat is nu iets van de laatste 2-3 weken. En iedereen verbaast zich erover. En wat ik nu zeg is ook geen waarheid of zekerheid. Maar dit is dan de meest gangbare theorie. Dus waarschijnlijk komen we uiteindelijk in een situatie, zoals ook bij influenza, dat je alleen de ouderen hoeft en de zwakkeren hoeft te beschermen. En dat is ook waarom mensen, alleen maar mensen van ouder dan 70 met astma, met diabetes en met slechte afweer een influenzaprik krijgen. Want dat doen we ook niet bij iedereen altijd. Dus ik denk dat we daar naartoe gaan groeien. En de meeste van ons die verwachten dat we gewoon 1 keer per jaar in je ene arm een influenza prik en in je andere arm een COVID prik krijgt als je tot die groep behoort. Hier links, vooraan. Ja, dankjewel. Het is eigenlijk meer van een opvolgvraag, want hij had een goed begin van mijn vraag al gesteld. Je zegt van ja, het gaat een endemische ziekte worden, daar ben ik het zeker met je eens. Mijn vraag is dan, want je hoort nu van Delta varianten en een leeuw in Artis kan het nu ook krijgen. Hoe zie je dat voor je met muterende varianten? Hoe lang duurt het dan voordat je in een samenleving komt waarbij denigerende termen als wappies niet meer worden gebruikt en mensen niet meer worden uitgesloten voor hun keuze erin? Oké, even over die mutaties dan. Ja, dit virus muteert, alle virussen muteren, maar het muteert wel onwijs sloom. Als je dat vergelijkt met hoe bijvoorbeeld HIV muteert of zo, dat is een heel ander virus, maar hè, als ter vergelijking, nou, dat is onvergelijkbaar. Dus we zitten nu aan variant, hè, de echt klinisch significante variant 5 of 6 of zo, in 2 jaar. Nou, dat is voor een virus echt langzamer, kan het bijna niet. Dus ja, we moeten daar rekening mee houden, maar de wetenschap is ook niet dom. Dus de meeste mutaties vinden plaats in het spike-proteïne, maar er zijn ook veel meer vaste regio's van het virus die niet zo heel erg muteren. Dus daar kun je ook vaccins tegen maken. Bovendien zijn er nu net 2 nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die eigenlijk ook heel effectief lijken te zijn tegen de virus
Als je er nog niet zo heel veel hebt, dus in het begin van de ziekte-episode. Dus ik geloof er heilig in dat er ook wel weer oplossingen daarvoor komen. Dus hier komen we echt wel boven. Alleen het duurt langer en irritant lang dan we aanvankelijk hebben gedacht. En als je er een tijdsbestek op zou moeten zetten, want ja, wat je zelf zegt, politici krijgen we toch geen antwoord van hoe lang ze ongeveer denken. Ik wil wel wat zeggen, maar ik heb tot nu toe altijd mis gehad. Dus daar zou ik niet altijd veel waarde aan hechten. Maar ik denk als we nu weer een jaar verder zijn, dat dit dan toch echt wel meer op de achtergrond is geraakt. Precies om al die redenen die ik net noem. Al was het alleen maar omdat iedereen het gehad heeft. Want je kan het nog een keer krijgen, dat zien we nu ook. En ook als je gevaccineerd bent kun je het krijgen. Maar je ziet dat elke volgende keer wordt weer milder. En er zijn zelfs mensen die kunnen het helemaal niet krijgen. Dat is ook interessant. En dat zijn oude dokters, ouder dan 55 jaar. En waarom kunnen die dat niet krijgen? Omdat die waarschijnlijk in hun leven al zoveel coronavirussen hebben gezien. Dat ze toch kruisreactiviteit hebben. Want dit is natuurlijk wel een nieuw virus tegen coronavirus. En de tweede groep die het niet kan krijgen, dat is echt heel interessant, zijn kippenboeren. Want kippen hebben al 100 jaar coronavirus. Dat is de grootste bedreiging voor de legbatterijen. Is kippen coronavirus. Krijgen ze hele nare longontsteking van. Het is net COVID. En dan gaan ze dood. Dus is je hele kippen, je hele legbatterij die is ziek. En die kun je niet meer gebruiken. En wat doen die kippen legbatterijen al 50 jaar? Die sprayen levend verzwakt kippen coronavirus. Over al die kippen in Barneveld heen. En als je daar werkt, krijg je het ook gewoon binnen. En dat geeft waarschijnlijk ook kruisbescherming, kruisreactiviteit tegen het nieuwe coronavirus. Dus in Barneveld, een heel interessante waarneming, waar hele families COVID kregen, krijgt degene die in die legbatterij werkt, krijgt het niet. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, als je het allemaal een keertje hebt gehad en je bent gevaccineerd, dan heb je het misschien nog een keertje tegen het lijf gelopen. Op een gegeven moment bouw je gewoon steeds meer natuurlijke afweer op en wordt dat virus steeds minder relevant. Je zou toch bijna op een kippenboerderij in Barneveld gaan willen werken, toch? Ja, precies. Ja, enig. We komen later nog terug met andere vragen uit de zaal, dus hou je vraag dan voor zometeen en dan gaan we weer verder met het andere interview. We hebben natuurlijk heel veel over COVID gehad op dit moment en in COVID zijn we van bewust dat het echt een druk is op de zorg, de acute zorg. Sommige mensen noemen het een sluimerende pandemie, want er kan niet meer veel aan de acute zorg, moet soms gecanceld worden, mensen kunnen hun bepaalde behandelingen niet meer worden niet meer behandeld. Als u zo dan eens nadenkt, waar maakt u dan zichzelf het meeste zorgen om? Waar ik me het meeste zorgen om maak, is eigenlijk precies wat je nu net noemt. Maar dat is een situatie. Mm-hmm. Maar waar ik me zorgen over maak, is dat er geen plan is. Ja. Er is helemaal geen masterplan of zo. Of niemand die zegt, oké, nu, dit is een probleem, nu gaan we eraan werken. We gaan eens even uitrekenen met z'n allen. Hoeveel eerste hulp hebben we nou eigenlijk precies nodig in Nederland? En waar staan die? En hoeveel intensive cares hebben we nodig in Nederland? En waar staan die? En hoe gaan we regelen dat we tot die capaciteit komen? En wat betekent dat voor de opleidingen? En wat betekent dat voor de budgetten? Zo'n plan is er helemaal niet. Iedereen kakelt gewoon vrolijk verder door elkaar heen. En dat betekent uiteindelijk een soort Brownse beweging, waarbij er helemaal geen progressie is. Komt het omdat het te erg geprivatiseerd is, de zorg? Het is wel een gevolg van het systeem waarin we leven. Dus we hebben een zorgverzekeringswet sinds 15 jaar, waarbij men dacht van, degene die, het gaat uit van principes van marktwerking, dat wil zeggen dat de consument die bepaalt. Nou, dat is natuurlijk heel honorabel en dat werkt natuurlijk in een hele grote gebied, dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen, werkt het ook best wel. Maar in de gezondheidszorg is het lastig, want er is geen consument, want je weet niet of je morgen je been breekt. En als je je been breekt, ben je dan een consument? Nee, dan wil je gewoon heel snel goed en gelijk geholpen worden. Ga je niet een beetje door allemaal prospectussen heen bladeren over welk ziekenhuis je nu weer naartoe gebracht wil worden. Dus dat werkt dan niet. Toen hebben we gezegd, weet je wat, dan zetten we de zorgverzekeraars, die zetten we in de positie van vertegenwoordigers van de klant. Dat zou nog best wel kunnen werken in theorie, maar in de praktijk werkt dat niet. En waarom is het zo? Omdat de zorgverzekeraars, die moeten ook heel erg op de kosten letten. Dus die hebben te maken met mensen die kosten maken, de zieken. Maar de mensen die het geld binnenbrengen, dat zijn natuurlijk de gezonden. En die willen zo'n laag mogelijke premie. En daar moeten ze mee concurreren met elkaar. Dus dat wringt ook al. Dus die zorgverzekeraars die hebben zich heel erg teruggetrokken op wij beheersen de kosten. Door te drukken op capaciteit, door te drukken op beschikbaarheid. Want dan hoeven we niet zoveel geld uit te geven. En komen helemaal niet toe aan al die andere taken.
Dan zou je zeggen, nou, dan kunnen de ziekenhuizen en de huisartsen het onderling toch ook regelen. Maar die mogen dat niet, want dan verdelen ze de markt. En dan krijg je ruzie met de autoriteit, consument en markt. En de derde partij is natuurlijk de overheid, die best wel veel instrumenten heeft om hier toch orde te brengen in deze dichte chaos. Maar de achtereenvolgende ministers hebben er allemaal voor gekozen om dat niet te doen. Dus ik heb wel een keer geteld, ik vind dat soort dingen altijd heel leuk. De minister die het meeste kamervragen krijgt is de minister van Veiligheid en Justitie. Maar op de tweede plaats staat de minister van VWS, al jarenlang. En op 40% van de gestelde vragen is het antwoord, daar ga ik niet over. Dat maar wie dan wel? Dat moeten de veldpartijen maar oplossen. Nou, ja, dan gebeurt er dus niks. Dat, oké. Daar moeten ze dan wat aan doen? Ja, denk het wel, ja. Ja. Er verscheen onlangs ook een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En die, daaruit dat rapport bleek eigenlijk dat de zorg niet houdbaar is zoals u nu is. U noemde net ook al dat er toch heel veel veranderd moet worden. Maar als u dan nu een nieuw plan zou kunnen maken, waar zou je dan mee beginnen? Nou, zij noemde de zorg niet houdbaar om twee redenen. Eén was een financiële reden en de ander was een arbeidsmarktreden. En ik heb daar wel twee antwoorden op. Ik ben geen econoom, hè, dus ik bevind me hier in het hol van de leeuw en jullie weten waarschijnlijk 20 keer beter dan ik. Maar wat zij becijferde was dat nu geven we een kleine 100 miljard per jaar uit aan zorgkosten. En in 2060, hadden zij uitgerekend, zou dat bijna het dubbele zijn, 180 miljard. En nou, dat klinkt natuurlijk als tamelijk afschrikwekkend. Maar als je kijkt naar de berekeningen die daaronder liggen en dat, gewoon die referenties opzoekt en die artikelen opzoekt, dan zouden we stijgen in dat scenario van nu 14% van het bruto nationaal product naar 18,5% van het bruto nationaal product. Dat klinkt al een heel stuk minder heftig dan van 100 miljard naar 180 miljard. Maar is dat nog heel erg veel? Tuurlijk. Ja. Dus daarmee is niet gezegd dat geld geen probleem is, maar het is nou ook weer niet zo dat de wereld vergaat als we plotseling 18,5% van het bruto nationaal product aan zorg uitgeven. Nou, binnen die zorgkosten zijn nog best wel heel veel manieren om te kijken of je niet toch kunt besparen. Er is, wordt becijferd door Amerikaanse economen, 20% verspilling. Ik denk dat dat in Europa misschien iets genuanceerder zit, maar ik geloof dat wij zeker 10% verspilling hebben. Dat gaat dus ook om heel erg veel geld, als je die verspilling eruit weet te drukken. Dan is er een verkeerd prijsbeleid. Wij betalen veel te veel voor dure medicijnen. Daar hebben we het een paar jaar geleden hier ook over gehad. Wij betalen veel te veel voor spulletjes, voor pacemakers, door voor de patenten die erop zitten. Nou, gewoon door wat de gek ervoor geeft. Dus fabrikanten kunnen vragen wat ze willen. Soms door patenten, maar heel veel dingen ook ongepatenteerd. Het prijsbeleid in de medische sector is gewoon weird. Ook de winstmarges zijn hoger dan in welke andere industrie dan ook. Dus dat geeft al een beetje aan dat niet helemaal lekker zit. Nog een ander dingetje voor het geld is, ja, het grootste deel van het extra geld dat we uitgeven is niet zozeer aan huisartsen of aan verpleegkundigen of aan ziekenhuizen. Het grootste deel is care, is thuiszorg, is huishoudelijke hulp, ouderenzorg en langdurige zorg. Mensen die in tehuizen opgenomen zijn. En daarmee zijn wij de absolute uitbijter van Europa. Daar geven wij veel meer aan uit per persoon dan andere landen. En dat is omdat wij ervoor gekozen hebben dat als je moeder ziek is, ga je daar niet zelf stofzuigen of boodschapjes doen. Maar dat hebben wij gewoon geoutsourced naar allemaal zorgbedrijfjes. Nou, als ik een praatje moet houden in Spanje of Italië en ik zeg dat wij huishoudelijke hulp uit de zorgkosten betalen, nou echt, ze komen niet meer bij van het lachen gewoon. Dat is zo typisch Nederlands om dat te doen. Daar hebben we voor gekozen. Ja, dat kost geld. Dus ik denk dat we een debat moeten hebben van, hebben we dat geld ervoor over? Oké, maar dan moet je ook niet te hard huilen om zorgkosten. Of hebben we het er niet ervoor over? Ja, dat betekent dat je voor je zieke buurvrouw weer boodschappen gaat doen. En niet af en toe, maar elke dag. Dus toch meer meer mantelzorgen dan? Ja, of gewoon meer zorg voor elkaar. Dat hebben wij helemaal afgestoten. Niemand neemt nog zieke ouders in. Nou, niemand is niet waar. Genoeg mensen doen het wel, maar de meerderheid doet dat gewoon niet meer. Dat past niet zo in de manier waarop wij ons leven in elkaar zitten. Dat vindt allemaal prima. Maar dan kost natuurlijk wel geld. Nou, dus dat is geld. Dan personeel, dat vind ik ook wel een leuke. En dan moet ik altijd denken aan het verhaal, heb ik niet zelf verzonnen, van iemand die mij vertelde dat aan het begin van de 20e eeuw, toen kwam de telefoon, was heel erg in opkomst. En toen wilde plotseling iedereen thuis een telefoon hebben. En dat ging zo, ik weet niet, ik voel een beetje opa verteld, maar dan had je telefoon thuis en dan maakte je connectie met via een lijn met een centrale. En daar zat een mevrouw en die zei, met wie wil je spreken?
Dan zei je nou met die en die. En dan verbond ze jouw lijn met de lijn van die ander. En de hele kranten stonden er vol van. Als dit zo doorging, want iedereen wilde een telefoon hebben, dan zou de helft van de beroepsbevolking in een telefooncentrale komen te werken. En we weten allemaal dat het niet gebeurd is. Doordat we andere centrales kregen en tegenwoordig zelfs allemaal mobieltjes hebben die weer heel anders werken. Dus het betekent ook dat innovatie en vooruitgang, ook voor dingen als personeelstekorten en hoe we het nu geregeld hebben, wel eens onvoorspelbare effecten kunnen hebben. Dus ik ben niet zo'n pessimist. Ik denk ook dat dat in 2060 heel ergens anders is als dat we ons nu kunnen voorstellen. Ja, dus het is echt een beetje te pessimistisch gedacht. Volgens ons. Nou ja, al die rapporten die zijn natuurlijk super pessimistisch. want ja, anders kom je er ook niet mee in de krant. Mm-hmm. Nee. Als jij een rapport schrijft, want het gaat eigenlijk best wel allemaal heel erg goed en zo. Dat is geen nieuws. Dan, het zou misschien wel fijn zijn om te lezen. Ja, het zou wel fijn zijn om te lezen. Ja, dat zeker wel, ja. Ja, toch een dingetje, als we het dan toch hebben over de zorg. Het wordt alleen maar duurder en duurder. Aankomend jaar 2022... zal de zorgpremie 3 tot 8 euro per maand weer gaan stijgen. Ja. Vind je dat veel? Ik vind het wel veel, ja. Vooral voor mensen met een kleine beurs. Die moeite hebben met rondkomen. Die moeten dan weer 3 tot 8 euro betalen. Ik vind het helemaal niet veel. Vind je dat niet veel? 3 tot 5 euro, want dat is het inderdaad. En sommigen zelfs 0 euro, maar de meeste 3 tot 5 euro per maand erbij. Als je gaat tanken, dan ben je echt 3 keer zoveel kwijt extra als een paar maanden geleden. Maar voor de zorgpremie is het plotseling echt een totaal drama. Ja, het is toch altijd de zorg die de klappen moet krijgen natuurlijk. Maar als je dan eens bekijkt, dan zorgt er natuurlijk wel voor dat er steeds meer een grotere kloof komt in de samenleving van mensen die wel of niet daadwerkelijk die stap nemen om bijvoorbeeld hun kies te laten vervangen of naar de tandarts gaan omdat die zorg voor hen nog duurder wordt. Ja, moet je niet vergeten dat mensen die het echt niet kunnen betalen hebben. Niet dat dat nou zo'n geweldig systeem is, maar die hebben allemaal zorgtoeslag. Mm-hmm. Waar de stijging in de premies volledig in gecompenseerd wordt. Dus het is een totaal vestzak-broekzak systeem voor de overheid. Dus die 5 tot 8 of 3 euro erbij geldt alleen maar voor de mensen die het wel kunnen betalen. Mm-hmm. En die schreeuwen moord en brand. Maar denk ik wel eens van, ja weet je, koop je toch gewoon 2 zakken chips minder in de week, dan ben je er ook gewoon. Ja. Dus het is ook, weet je, het is ook... Het is echt best wel heel relatief. Ik vind juist heel weinig, die 5 euro erbij voor een systeem waarbij de lonen stijgen, komen steeds nieuwe medicijnen bij, steeds nieuwe behandelmogelijkheden, steeds nieuwe apparaten. We willen steeds meer, mensen worden steeds ouder. En daar hoeven we maar 5 euro per maand meer voor te betalen. Mm-hmm. Ik vind een koopje. Oké, maar dat is helder. Ja. Maar we dachten ook zelf van, er komt natuurlijk door die... Omdat het steeds meer grotere kloof komt in de samenleving. Gaan we dan niet Amerika achterna in uw gedachte dat er steeds minder mensen... Nou, dat is wel een goed punt hoor. Ik vind de ongelijkheid in sociaal-economische status die zich vertaalt in ongelijkheid in gezondheid. Het is echt indrukwekkend. En dat is in Nederland nog heel bescheiden. Alhoewel die 8 minuten die ik net noemde en die 8 jaar, daar denk je dan ook weer zelf van, oh, het is ook in Nederland... Maar ik heb natuurlijk zelf in Londen gezien de afgelopen 5 jaar waar dat toe kan leiden. In Londen is de meest uitgevoerde operatie bij kinderen is het trekken van alle tanden en kiezen. Dus dat is echt... 10.000 kinderen raken gewoon hun volledige gebit kwijt op hele jonge leeftijd. Omdat het gewoon helemaal kapot en bedorven is en ze nooit naar de tandarts zijn geweest. Mm-hmm. En hebben dan de rest van hun leven een kunstgebitje als ze dat überhaupt hebben. Want soms is daar niet eens geld voor. Dus dat is natuurlijk wel even een ander. Dat heb je in Nederland, zijn we gelukkig nog niet in die situatie. Mm-hmm. Maar als je het lijntje doortrekt, dan zouden we daar ook kunnen komen. Ik denk dat dat heel slecht past bij de manier waarop wij willen dat onze samenleving in elkaar zit. Een ander punt in de acute zorg waar het niet zo goed gaat, is bij de eerste hulpposten. Want ik begrijp niet hoe het in een welvarend land als Nederland zo kan zijn dat de eerste hulp gewoon dicht gaat als die vol is. Nee, dat snap ik ook niet. Oké. Nee. Nee, dat is onbegrijpelijk. Maar hoe zou die dat dan oplossen? Nou, om met elkaar af te spreken om hem niet meer dicht te doen. En dan gewoon iedereen in de wachtkamer te laten zitten? Ja, dus daarmee is het probleem niet opgelost, maar dan is het probleem wel daar waar het moet zijn. En dan is het probleem dus in het ziekenhuis en niet op de stoep voor het ziekenhuis waar ze de deur dicht hebben gedaan en jij maar met de ambulance weer een half uur op de snelweg ergens anders naartoe moet. Wat natuurlijk allemaal heel erg suboptimaal is. Waar ze misschien dan ook weer overlopen en ook weer de deur dichtgooien.
Dus nee, ik denk dat eerste hulpen die dichtgaan, in veel landen is het zelfs wettelijk verboden. Precies. Dat is echt, daar moeten we vanaf. En ik snap de mensen die werken op de eerste hulp wel, dat ze het doen, want die loopt het gewoon over de schoenen. En die zegt, ja, weet je, we hebben niet eens plek meer voor al die mensen. Maar dan is vervolgens de directie van het ziekenhuis aan bod. En die moet je dan bellen. En moet je zeggen, kijk eens wat hier gebeurt. En los het eens op. En wat er dus gebeurt in veel ziekenhuizen, ook in mijn eigen ziekenhuis hoor, waar ik heb gewerkt. En in Londen heb ik er heel hard aan moeten trekken om het ietsje beter te krijgen. Ook niet helemaal gelukt, maar ietsje. Is dat je de rest van het ziekenhuis, hè, in Londen zeiden ze heel vaak, daar was de eerste hulp beneden. En de afdelingen boven zeiden ze, ja, het is hier gewoon een burning platform. Het was ook echt totale chaos. Echt IR op de televisie is er niks bij. En boven zijn ze gewoon marshmallows aan het roosteren op de vlammetjes van beneden. Want daar is het heel kalm en georganiseerd en rustig. Dus wij hebben echt systemen ingevoerd dat als het te druk werd op de eerste hulp, gingen we gewoon mensen naar de verpleegafdeling transporteren. Al was daar dan geen bed of heel vaak, ja, dat zijn de bedden die gereserveerd zijn voor morgen. Ik zeg, nou, dat zien we dan morgen wel weer. Maar ja, Nu moet er gewoon iets gebeuren. Ja, dus eigenlijk zegt u het verdelen binnen het ziekenhuis en dan zorgen dat mensen niet voor een lichte deur staan. Ja, want hoe hebben we het nu georganiseerd? Je hebt in ziekenhuizen grofweg twee soorten zorg. Acute zorg, dus dat zijn de mensen die binnenkomen via de eerste hulp. En geplande zorg, dat zijn de mensen die komen voor een geplande operatie. Nou, die geplande zorg, dat is logistiek helemaal top. Ik weet vooral wie er volgende week komt, wie er de operatiekamer gaat bezetten, wie vervolgens een bed nodig heeft op de IC, wie vervolgens een bed nodig heeft op de afdeling. Dat is heel, die hele logistieke keten is in kaart gebracht en dat weten we van iedereen en alles. En hoe zit het met acute zorg? Nou, dan doen we gewoon, daar vullen we de rest mee. Ongeacht van of er veel of er weinig mensen komen. En dan zeggen mensen, ja, maar je weet toch niet hoeveel mensen er op de eerste hulp komen. Maar dat weten we precies. We weten het voor maandag en we weten het voor dinsdag en we weten het voor woensdag. En we weten het voor februari en we weten het voor april, want die getallen zijn hartstikke goed. Dus we weten precies hoeveel bedden we elke dag van een maand van de week nodig hebben voor acute zorg. Maar daar reserveren we helemaal niet voor. Dus het probleem zou er niet hoeven zijn? Ik denk dat als je echt goede planning hebt en daar misschien ook soms wel wat andere expertise voor gebruikt dan die van de dokters en de zusters, maar misschien mensen die verstand hebben van wiskunde en logistiek, dat je dan misschien wel veel meer acute capaciteit kwijt zou kunnen dan wat we nu doen. Ja, dat is wel interessant dat u dat zegt. Dat mensen die, maar hoe ziet u dat voor zich dan? Om mensen die verstand hebben van logistiek of van wiskunde, om die dan daadwerkelijk mee te nemen in die plannen? Nou, gewoon in dienst nemen of een opdracht geven. Okay. En, want waar we dat ook doen, daar gaat het beter. Als wij wachttijden hebben voor MRI-scans en je vraagt een logisticus, en heel vaak hebben die een wiskundige achtergrond, van kun je ons helpen? Dan komen ze met oplossingen, waardoor plotseling die hele wachtlijst als sneeuw voor de zon verdwijnt. En voor polykliniekprogramma's geldt natuurlijk hetzelfde. En voor hoe je je operatieprogramma indeelt geldt ook hetzelfde. Want het is een hele puzzel van lange operaties, korte operaties. Nou, daar kun je gewoon echt wiskunde op doen. Ja, dat is niet mijn métier, maar er zijn mensen die daar echt heel goed in zijn en met hele goede oplossingen komen. Oké, okay. En even net wel afgelopen kwartiertje heeft u wel echt een zwart beeld geschetst van hetgeen wat er allemaal misgaat in de zorg. Maar ziet u ook positieve ontwikkelingen? Oh, nou ja, kijk, dat, heel leuk dat je dat vraagt. En daar ben ik je ook heel dankbaar voor, want het grootste deel gaat goed, hè? Dus dat was ook een beetje mijn commentaar op dat WRR-rapport. Van alles wordt duurder en alles en we hebben niet genoeg mensen en iedereen wordt ouder. Ik denk, hallo, waarom zeggen jullie niet wat er allemaal goed gaat? Dat de sterfte aan hart- en vaatziekten gehalveerd is in de afgelopen 20 jaar. Dat de overleving van kanker, voor bijna alle soorten van kanker, dramatisch omhoog gegaan is. Dat kinderen die doof geboren worden, tegenwoordig met een apparaatje weer kunnen horen. Dat mensen met de ziekte van Parkinson met weer een ander apparaatje plotseling weer kunnen bewegen. Dat is ook allemaal gebeurd in de afgelopen 10 jaar. En dat kost geld. Mm-hmm. En dat is misschien trouwens wel de grootste stijging van de kosten. Maar ja, daar heb je wel heel veel kwaliteit van leven voor mensen. Krijg je daarvoor terug. Ja, nou dat is, ja, dat is mooi. Dan denk ik dat we nog een rondje gaan doen in de zaal. Als de microfoon het doet deze keer natuurlijk. Even kijken. In het rood, hier links. Hoi, ja, dankjewel voor het interview zover. Maar ik vroeg me eigenlijk af, aan het begin zei u dat de intensive care opschade een oplossing kan zijn voor COVID. Maar natuurlijk is COVID, als dat verspreidt, gaat dat exponentieel. En we zien bijvoorbeeld in Oostenrijk, daar hebben ze 1800 bedden, IC-bedden, op een populatie van 9 miljoen mensen.
wij zijn dubbel zo groot, hebben half zoveel IC-bedden beschikbaar voor de IC. Ja. Dus zelfs al zouden wij het verdubbelen, dan zou het nog steeds niet genoeg zijn, want zij zijn ook in lockdown. Goed punt. Maar wat je nu voor het eerst ziet tijdens de pandemie is dat, want het aantal infecties neemt echt heel erg toe momenteel, dat het aantal ziekenhuisopnames niet navenant toeneemt, wel een beetje, maar dat het aantal IC-opnames daar echt bij achterblijft. Dat is echt het grote verschil met een jaar geleden. En dat is waarschijnlijk toch echt het vaccinatie-effect. Wat we nog mooier kunnen maken als we mensen een derde booster gaan geven, dan zullen er nog minder van die mensen op de IC belanden. En wat natuurlijk ook beter wordt als gewoon zo langzamerhand iedereen het gehad heeft. In Oostenrijk heb je een vaccinatiepercentage van 65%. Dat is 20% lager dan in Nederland. Ja, dat is echt onvoldoende bescherming. Zelfs nog met de minder besmettelijke variant. Maar ik geloof in Oostenrijk 65% op de totale bevolking. In Nederland is het 72% op de totale bevolking. In Nederland is het 82%. Ja, je moet eigenlijk, klopt, je moet eigenlijk de 18-plussers tellen. En in andere landen tellen ze de 12-plussers. Dus daar zit al een heel klein beetje verschil tussen. Dus is in Oostenrijk 65% op de totale bevolking. Maar ik geloof dat hier is het 82 ongeveer. En hier is het 82, ja. Dat is echt op de 12-plus bevolking. Ja. Dus dat scheelt wel echt heel veel. Als je dat terugbrengt, is het in Nederland 72-73%. Ja. Dus 8% is 8% verschil werkelijk zo'n groot stuk in de IC? Nou, scheelt. En bovendien is het heb ik me laten vertellen, het grootste deel van de niet-gevaccineerden in Nederland zijn toch echt wel de relatief jonge mensen die ook een best heel kleine kans hebben om op de IC terecht te komen. Nou, daarnaast. Hi, dankjewel dat u bent gekomen. Ik kom uit Duitsland en mijn vrienden die daar studeren, die moeten elke dag QR-codes scannen op de universiteit. Zitten met ramen open, FFP2-maskers. Wij zitten hier in volle klaslokalen zonder maskers. En ik vraag me gewoon af, hoe voorzichtig moeten wij gevaccineerde studenten nu eigenlijk zijn? Goeie vraag. Ik denk dat het... Ja, de vraag is eigenlijk van wat is het nut, hè, van al die maatregelen van afstand houden van FFP2-maskers ten opzichte van gewone maskers. Allemaal tamelijk marginaal. Wat het grote verschil is, is als je helemaal niks doet, dan denk je er ook niet meer over na. Dan ga je ook niet overal je handen wassen en dan ga je ook niet meer zo afstand houden. Terwijl als je al wat maatregelen neemt, dan word je er telkens aan herinnerd van, oh ja, het is nog niet helemaal over. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Even met een medisch brilletje op. De allerbelangrijkste maatregel die je zelf kunt nemen is handen wassen. Heel fanatiek met handen alcohol. Overal waar je, als je thuis komt uit het openbaar vervoer, even wat handen alcohol. Als je ergens naar binnen gaat, even wat handen alcohol. Als je uit de winkel komt. Dit virus is toch, even los van de hele discussie of het nou wel of niet via aerosolen gaat. En daar staat heel internet vol van. De makkelijkste manier waarop je al dit soort virussen krijgt, is omdat iemand anders heeft gehoest of geniest op een oppervlak. En vervolgens raak jij dat oppervlak aan en dan zit je even aan je neus of aan je mond, wat we allemaal de godganse dag doen, maar ook een stuk minder als je een mondmasker draagt. Dus dat is misschien wel het grootste effect van mondmaskers, dat je gewoon niet de hele dag in je neus zit te peuteren. Maar als je de hele tijd je handen schoonhoudt, dan reduceert die kans echt dramatisch. Dus ik denk dat de maatschappij waarin, zeker als er een virus heerst, dat mensen mondmaskers dragen, dat doen ze overigens in Azië altijd al, ook voor andere virussen. En waarin we toch gewend zijn om altijd even onze handen te reinigen met wat handenalcohol of met water en zeep mag ook, dan dat we dan al een heel eind zijn. Dus je denkt ook dat mondmaskers gewoon ieder jaar terugkomen? Of zou zomaar kunnen. Of dat ze überhaupt gewoon blijven? Maar ja, was het eigenlijk niet een beetje gek dat mensen ook gewoon met influenza, proestend en hoestend, gewoon in de metro alles konden ondersproeien met influenza-partikels, waar je dan inderdaad gewoon vervolgens hou je even een stang vast, heb je het ook aan je handen en jezelf ook influenza krijgt. Het is eigenlijk een beetje gek dat wij dat heel normaal vonden. Ja. Dus dit is wel 1-0 voor de Aziaten, die dit eigenlijk al heel lang zeiden en eigenlijk ons heel gek vonden dat wij niet wat vaker mondmaskers droegen. Ja. Eén laatste vraag nog daar rechts achterin. Als het je lukt. Ja, u zegt dat de capaciteit wel een van de grootste problemen is, het gebrek daaraan. En ook de teleurstelling dat het dus niet is opgeschaald. Maar ik lees ook veel dat de echte bottleneck daar een beetje zit bij de verpleegkundigen die uitstromen. Dus hoe voorkom je dat die uitstroom er is? Er is eindeloos gediscussieerd over een zorgbonus, maar volgens mij heeft dat nog niet echt het probleem opgelost.
Nee, nou geld is denk ik ook maar niet echt de ultieme oplossing. Want iedereen vindt het leuk om meer geld te krijgen, meer te verdienen. Maar dat effect is meestal na 3 maanden weer weg. Hè? Ben je gewoon gewend dat dat elke maand op je rekening komt. En dan ben je er niet blij meer mee. Dus dat is maar even een opstekertje. Waardering is voor verpleegkundigen, althans mijn ervaring, heel belangrijk. En geld kan natuurlijk een uiting zijn van waardering. Dat je zegt, nou, waardeer je, dus ik geef je meer salaris. Maar het gaat ook om dat je mensen zegt dat je vindt dat ze goed werken. En dan moet je echt bij verpleegkundigen soms wel elke dag zeggen. Dat je echt denkt van, ja, maar ik heb het gisteren toch ook gezegd. Nee, toch weer vertellen dat het zo fantastisch is wat ze doen. Ja, geldt overigens niet alleen voor verpleegkundigen, denk ik. Voor heel veel mensen. Het heeft ook te maken met carrièreperspectief. Als jij verpleegkundige bent, kun je nog maar 1 stapje maken. En dan word je dialyseverpleegkundige of kinderverpleegkundige of IC-verpleegkundige. En that's it. En dan is er bijna geen ruimte meer om wat anders te gaan doen. Voor bijna niemand. Dus dat, ja, dat is ook niet echt een lokkend carrièreperspectief. Dan heb je het na 3, 4 jaar wel gehad. En dan denk je, nou, ik ben wel weer toe aan een andere uitdaging. En die is er dan binnen het vak niet, dus een stapje uit het vak. En ik denk dat we het mensen ook heel lastig maken. Er zit heel veel onregelmatigheid natuurlijk in het werk van verpleegkundigen. Dat zijn ook vaak gewoon mensen met jonge gezinnen. En daar maak je het wel heel lastig mee als je kinderen op moet voeden. En je moet ook in het weekend heel vaak werken of 's avonds en 's nachts. Moet je allemaal maar net weten te organiseren en een netwerk hebben of een omstandigheden hebben waarbij dat kan. In Engeland hebben we het op een gegeven moment, toen waar hetzelfde speelde, ingevoerd. Dat moesten mensen heel veel reizen, want Engeland, Londen was heel duur. Dus ze woonden allemaal heel ver buiten de stad. Hadden allemaal 2 uur forens tijd in en uit. Wat natuurlijk waanzinnig veel tijd kost op een dag. Dus die zeiden, kunnen we niet in plaats van 5 dagen 8 uur, 4 dagen 10 uur werken? Het scheelt 1 dag reizen, 1 dag kinderopvang. En dan werk ik gewoon 2 uurtjes langer op een dag. Nou, maakt ons niet uit. En zijn we zelfs nog een stap verder gegaan. En toen zeiden heel veel mensen, kan ik niet 3 dagen 12 uur werken? Want het scheelt nog een dag. Het is wel een hele lange dag en dan ben ik wel heel moe daarna. Maar dan heb ik daarna, ik heb wel een 3-daagse werkweek. Want mijn hele leven verandert plotseling. Terwijl ik toch een fulltime baan heb. En dat was wel een eye-opener. Want het werkte eigenlijk wel heel erg goed. En toen konden we plotseling van een 3-ploegendienst voor heel veel afdelingen overschakelen naar een 2-ploegendienst. Ja, dan heb je wel plotseling heel veel meer mogelijkheden. Dus, en dat doen we eigenlijk in Nederland niet. Of we zeggen, nou, iedereen mag wel 10 uur werken. Maar dan moet iedereen 10 uur werken. Nou, er zijn ook mensen die dat net weer niet willen. Dus ik denk dat we daar wat meer creatief in zouden kunnen zijn. Het is maar een klein dingetje, maar misschien houdt het toch meer mensen binnenboord. Nou, toch maar weer leuke vragen uit het publiek. In ieder geval heel interessant. We wilden toch nog even terug naar u. Want er wordt hier toch vraag de door u benoemde M-vraag gesteld. Of u minister van Volksgezondheid wil worden. Nou heeft PVV-Kamerlid Fleur Agema een motie ingediend om u te benoemen tot minister van Volksgezondheid. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik vind het onvoorstelbaar. Ik wist het ook helemaal niet, dus ik hoorde het maandag. Hij is ook met heel grote meerderheid verworpen. Dat vond ik ook wel echt... Geef wel een statement, hè? Ja. Maar ik vond het wel... Ik denk ook van, ja, maar wat bedoelt ze daar hier nu mee? Kijk, het is natuurlijk heel aardig, want het was goed bedoeld en het was heel complimenteus. Maar stel nou dat die motie was aangenomen. Ja, er worden echt geen ministers in Nederland benoemd per motie of zo. Hè? Dus het was meer een symbolische actie, denk ik. En dat is hopelijk ook de reden dat zoveel mensen hebben tegengestemd. Dus ja, ik keek er wel van op, laat ik het zo zeggen. Ik wist het echt niet. Dat geloof ik. Ja. Maar goed, met het aankomende kabinet, want u bent van de PvdA... De PvdA speelt nu niet echt een grote rol in de kabinetsformatie. Maar ziet u uzelf misschien een prominentere rol innemen binnen de PvdA, zoals bijvoorbeeld lijsttrekker bij de verkiezingen? Nou, ik ben niet zo'n enorme politicus, heel eerlijk gezegd. Ik ben misschien ietsje meer iemand die besturen van dingen leuk vindt. En dat was ook het antwoord op die beroemde M-vraag. Toen zei iemand, ja, als je het dan altijd beter weet en dan word je gevraagd om minister te worden, zou je dan een ja moeten zeggen? En toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Want anders ben je altijd de stuurman die aan wal staat. Dus dan moet je ook maar eens een keertje echt verantwoordelijkheid nemen. Maar dat is, dus dat is meer de vraag van, oké, zou je het leuk vinden om dat bestuur een tijdje te doen? Maar dat staat een beetje los van de politiek. Want ik denk dat de politiek misschien nog wel het minst leuk zou vinden aan die hele functie. Maar die hoort er natuurlijk bij. Door kamerdebatten waar je dan bij moet zijn? Of? Nou, ik vind kamerdebatten zouden best heel leuk kunnen zijn, maar die duren dus 11 uur of zo tegenwoordig. Nou, ja. Ik doe echt nooit een vergadering langer dan 1 uur. Dus ik weet echt, ik denk ook niet dat 11 uur toegevoegde waarde heeft. Ik snap het ook echt gewoon niet dat ze dat doen.
Bovendien, iedereen zeurt dat dat Kamerlidmaatschap te zwaar is. Maar ze debatteren elke week maar tot 2 uur 's nachts door. Ik denk, ja, dat is toch ook niet gezond? Waarom spreken ze gewoon niet met elkaar af? Om 11 uur is het gewoon afgelopen. En dan kan iedereen de laatste trein naar huis nemen. Ja. Dus ze doen het zichzelf ook een beetje aan. Mogen we u hartelijk bedanken voor dit enorm interessante gesprek. Nieuwe inzichten zijn weer tot gekomen en moet meer geïnvesteerd worden in de zorg, als ik het zo hoor. Mag ik alsjeblieft een warm applaus voor meneer Wasserleven.